welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe foundation. Een goede, betaalbare nieuwe foundation. Ik heb hier van Wet n Wild de Dewy. En deze is nieuw. Ze hebben al een fotofocus. Alleen die is niet dewy, die is gewoon mat. Heel veel mensen vonden die al heel erg fijn. Ik persoonlijk niet, want mijn huid is normaal te droog. En ik vond hem een tikkie te droog op mijn gezicht. Vooral in die tijd, want toen was mijn huid echt best wel extreem droog. En ja, het werkte echt gewoon totaal niet. Nou is mijn huid meer normaal droog. Dus het is wel echt een stuk minder droog. Dus dat is wel echt fijn. En ik had dus online gezien dat ze nou de glanzende variant hadden uitgebracht. Deze is er al een tijd. Alleen in ons land is hij er nu pas net. Dus tenminste, niet net, maar niet heel lang in ieder geval. En ik ben dus hier heel erg benieuwd naar. Vooral omdat die andere niet werkte op mijn huid. Omdat die dus te droog was. En die ik nou hier vast heb, die geeft dus een glans. Dus dat zou in principe ideaal moeten zijn voor mensen met een droge huid. Normaal tot droge huid en dat soort shizzle. En gewoon voor iedereen die niet houdt van mat. Dus daarvoor zou die ideaal moeten zijn. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga hem ook de hele dag oplaten en aan het einde van de dag zien hoe het er nog op zit. Dus laten we snel gaan beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, nou dit is hem dan. De verpakking is gewoon precies als die andere. Alleen ja, deze is dus glanzend en niet mat. Ik heb hem online besteld bij Bougie Shop en hij kost €7,50. Ik heb de kleur gewoon online gegokt. Ik ben gegaan voor de kleur Golden Beige. Die leek mij wel te matchen. Toen ik hem binnenkreeg, hij lijkt een beetje te licht, een tikkietje te licht. Maar ik hoop dat hij gewoon goed gaat matchen. Ik ben nou niet echt heel erg bruin. En even kijken, je hebt echt een heleboel kleuren hiervan. Maar hier bij ons heb je maar 3-6 kleuren. Dus dat is wel jammer. Maar goed, ik ben dus gewoon gegaan voor Golden Beige. Al moet ik zeggen dat hij er op de website donkerder uitziet dan wat je in het echt krijgt. Oké, er zijn dus echt een aantal claims. Egale tint, naturel finish, long wearing. Dus dat hij lang goed blijft zitten op je gezicht. Hydrateert, opbouwbaar, camoufleert oneffenheden, vervaagt poriën en is glutenvrij, cruelty free en vegan. Ik denk dat heel veel mensen daar ook heel blij mee gaan zijn. Oké, er staat dus op een naturel finish. Dat houdt meestal in dat hij een beetje een normale finish heeft. Dus niet dat hij heel veel dekt, maar ook niet weinig. Gewoon een beetje er middenin. Maar er staat ook bij opbouwbaar. Dus als je meer dekking zou willen, moet je gewoon meer aanbrengen. En dan dekt hij gewoon iets meer. Dit is in principe best wel normaal voor dewy foundations. Die dekken vaak niet echt extreem veel, maar meer gewoon een beetje normaal, naturel. En ik denk dat de meeste mensen daar ook wel van houden. Want dat maakt het echt geschikt voor een everyday look. Als je naar je baan moet, naar school. En dat je dan niet een hele plamuur hebt op je gezicht. Maar dat hij ook wel weer genoeg dekt om ja, alles te dekken wat je wilt bedekken en om alles mooi egaal te maken. Dus dat is helemaal top. Je moet hem eerst schudden. Dat doe ik echt nooit, hè. Terwijl dat echt best wel vaak moet. En dan moet je hem gewoon aanbrengen op je gezicht. Er zijn al wel een aantal reviews hierover. En het is best wel gemixt. Een aantal mensen vinden hem fijn, maar een aantal mensen vinden ook weer dat hij iets te veel glanst. En mensen echt, als je niet houdt van een glanzend effect, dan kan ik je nu al vertellen, dan vind je hem vast niks. Dan zou ik gewoon gaan voor de normale, die is gewoon mat. Ik heb mijn spons nog niet nat gemaakt, dus ik kom zo even terug. Mensen, ik ben dus op dieet en ik heb gewoon net een liter water naar binnen gewerkt. En ik moet nou dus de hele tijd naar het toilet. Het is denk ik niet zo handig dat ik een liter water naar binnen knal vlak voordat ik een video maak. Ik wil dus 10 kilo afvallen in 10 weken, dus ik hoop dat het lukt. Het lukt. Ik sport en ik heb een dieet, dus ik heb een hele sport- en dieet schema. En als het me lukt en ik helemaal ben afgevallen en alles goed is gegaan, dan zal ik ook wel een video maken over mijn afvalavontuur. Maar voor nu kan ik er nog niks over vertellen, want ik ben nog helemaal niks afgevallen. Ik ben net begonnen en ik weet niet eens of dit gaat werken dus. Maar goed, ik ga eerst beginnen met mijn gezicht te primen. Ik gebruik mijn Carnlai L'Oréal Primer. En die breng ik aan over mijn hele gezicht. En dan gebruik ik ook nog mijn Elf Putty Primer. En die gebruik ik dan zo hier voor mijn poriën. Pak ik gewoon zo'n klein beetje en breng ik het gewoon zo aan. En dan werk ik het gewoon zo erin. Zodat ze lekker worden vervaagd. En ik een mooi egaal huidje krijg. Zo, nou ga ik beginnen. Ik ga hem dus aanbrengen. Ik gebruik mijn NYX Cosmetics spons. Deze is super fijn, mensen. Heb ik nou echt al
500 keer in mijn video's verteld. Ik heb hem een beetje geschud. Het enige wat ik echt minder vind is de applicator, mensen. Dit ding. Ik weet niet wat ik altijd hiermee moet. Ik heb het liefst gewoon of een pump of zo'n ding. Zoals een concealer die je dan gewoon zo kunt aanbrengen op je gezicht. Maar ik vind dit altijd wel een beetje onhandig. Maar ja, whatever. Hij heeft, by the way, geen vieze geur. Die andere, hun normale, heeft hij wel echt. Die heeft echt een verfgeur. Deze heeft dat dus niet. Dus dat is denk ik ook wel fijn om te weten. Voor de mensen die echt een hekel hebben aan die andere geur. Ik denk dat dit zo wel genoeg is. Hij is wel echt licht hoor. Wat is dit? Even kijken, dan werk ik het gewoon in zo met mijn spons. Ja, hij is echt een tikje te licht van mij. Je kunt het zien vergeleken met mijn nek. Ik hoop dat hij misschien oxideert. Dat is iets wat ik normaal niet hoop. Dat houdt in dat de kleur donkerder wordt. Maar voor nu zou ik dat wel willen. Ik zou denk ik gaan voor mijn huiskleur. Zou ik gewoon gaan voor de kleur Desert Beige. Dat lijkt mij nou toch een iets betere kleur. En als je iets lichter bent van mij, dan zou de kleur matchen met jou. Ik vind hem echt absoluut niet te glanzend. Hij maakt inderdaad alles egaal. Hij dekt gewoon normaal niet extreem veel, maar ook niet extreem weinig. Hij brengt gewoon goed aan op mijn gezicht. Ik vind hem hier nog wel een beetje droog aanbrengen op mijn gezicht. Ik weet niet of je hier een beetje die droge plekken kunt zien. Maar dit deed die andere dus ook. Maar ik vind helemaal niet dat hij veel glanst. Ik sta echt versteld dat er mensen zijn die vinden dat hij iets te veel glanst. Ik zie niet heel veel glans. Ik ga even iets meer aanbrengen, want er staat op de site dat dit kan. En dat zou ik wel willen, want ik wil toch altijd wel iets meer smoothness, iets meer dekking. En dan werk ik dit ook gewoon zo in de huid. Mensen, ik neem mijn woorden terug. Ik zie de glans. Ik heb nou iets meer aangebracht. Ik weet niet of het aan dat ligt of dat ik gewoon net niet heel goed oplet of zo. Maar ik zie inderdaad hier helemaal de glans. Kunnen we het zien? Ik hou daarvan. Hè. Ik vind het echt prachtig. Ondanks dat ik ook hou van mat. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Vind ik zo'n glanzend gezicht ook altijd wel iets hebben. I like it. Oh, die kleur is echt te licht. Helaas. Dat is wel echt jammer. Maar als ik hem goed ga winnen, dan ga ik hem zeker opnieuw bestellen in die andere kleur. Want hij is maar 8 euro, dus dat is echt niks. Wat vinden we ervan, mensen? Hij maakt mijn huid wel heel mooi egaal. I like it. Omdat het vandaag echt gaat om glans, ga ik ook een glanzende concealer aanbrengen. Ik heb hier mijn Conceal Plus Perfect van Milani. Dit is echt een glanzende concealer. Ik vind hem mooi. Ik heb hem in de kleur Light Beige. En deze ga ik dan ook een beetje aanbrengen. Ik ben benieuwd hoe de rest van mijn make-up erop aanbrengt. Ik hoop gewoon normaal, zoals altijd. En dan wil ik ook een beetje cream contour. Ik gebruik mijn Huda Beauty cream contour in de kleur medium. En dan ga ik alles weer inblenden met mijn spons. En ik begin altijd met de contour. Oké, dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet met de cream contour en de concealer erbij. Het is allemaal nog prima, gewoon mooi egaal. Alles bracht er gewoon fijn op aan. Het is niet dat de make-up er heel stroef op aanbracht, want dat heb ik af en toe met een slechte foundation. Maar alles bracht gewoon top aan. Ik ga ook een beetje poeder aanbrengen. Ik wil mijn gezicht wel glanzend houden, maar ik moet altijd gewoon een beetje poeder aanbrengen, anders gaat het hier zo helemaal creasen. Als poeder ga ik voor mijn Essence My Skin Perfector Loose Poeder in de kleur 10 Light. En die breng ik dan gewoon een beetje aan op de plekken waar ik de concealer heb aangebracht. En dan vooral zo hieronder. Maar ik breng het dus niet aan over mijn hele gezicht. Omdat ik wel een beetje dat glanzende effect erin wil houden. Zo, ik heb de poeder echt alleen maar aangebracht. Hier een beetje onder, een beetje op mijn kin, een beetje hier. En een heel klein beetje hier, maar echt minimaal. Dus voor de rest is mijn gezicht nog best wel glanzend. Tenminste, veel meer glanzend dan hoe ik het normaal doe. Want normaal breng ik het gewoon basically overal aan. Nou, en dit is dan hoe het er nou uitziet met een klein beetje poeder. Mijn gezicht ziet er echt prima aan. Ik vind het echt top. Ik vind het helemaal niet dat het echt te veel glanst. Echt totaal niet gewoon. Dus ik snap ook echt niet waar mensen dat vandaan halen. Maar ja, iedereen zoekt wat anders en iedereen wil ook wat anders. Dus
Als je niet van glanzend houdt, vind je het misschien toch wel iets te veel. Maar voor nu ben ik blij met hoe het eruit ziet. Ik ga heel even mijn gezicht afmaken en gewoon mijn hele make-up afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, okay, I'm back. Mijn hele gezicht is af, ogen zijn af. Dit is basically gewoon mijn everyday. Ik ga gewoon iets leuks doen, make-up look. Als je hier een video over wilt zien, let me know. Dat wil ik graag maken. Maar dit is mijn meest makkelijke, lichtelijke glam look die ik gewoon doe wanneer ik iets leuks ga doen. Dus dit is de look. De wimpers die ik op heb zijn Bella van Queen Tarsi. En op mijn lippen heb ik Sweet Tea Lip Pencil met een lipstick van ABH. Dit is een mini lipstickje van hun in de kleur Coconut. Is een hele mooie nude-achtige bruine kleur. Dus daar hou ik altijd van voor op mijn lippen. Even kijken, mijn gezicht jongens. Het ziet er helemaal top uit. Er is helemaal niet veel glans. Ik heb voor de rest nog gewoon gecontourd met een poedercontour. Ik heb bronzer aangebracht, blush, een glow. Deze is echt prachtig. Lipstick en that's it. En een beetje fixing spray. Als fixing spray ben ik gegaan voor de I Heart Revolution Pineapple Fixing Spray. Want dit is ook een illuminating spray. En dat vond ik wel mooi, want die laat mijn gezicht dan ook nog mooi glanzen. En ja, ik vind absoluut niet dat mijn gezicht te veel glanst. Nogmaals, mijn gezicht is wel iets te licht. Nou, de kleur is iets te licht voor mij op het moment. Maar voor de rest ziet alles er gewoon goed uit. Dit mag nou ook al wel onderhand af. Ik ben dus vooralsnog heel blij met mijn gezicht. Ziet er helemaal prima uit. Een stuk beter dan die andere van hun. Die had ik opgedaan en ik vond hem echt al gelijk niks. Maar ik ben blij met hoe die eruit ziet. Ik hoop ook echt dat die goed blijft zitten op mijn gezicht. De meeste die echt goed en lang blijven zitten zijn mat. Maar hij claimt wel dat hij long wearing is. Dus hij zou ook gewoon lang goed moeten blijven zitten. Even kijken hoe laat het nou is, jongens. Oeh, het is 11 over 11. Iemand denkt aan mij of iemand praat over mij. Wat is het? Als je twee dezelfde getallen ziet, is het dan dat iemand aan je denkt of over je praat? I'm not sure. Maar het is dus nog ochtend, dus ik heb nog een volledige dag om de make-up op te laten. Dus we will see hoe het er aan het einde van de dag uitziet. Daar ben ik weer. Het is nou echt een aantal uur verder. Het is nou avond. Het is, even kijken, hoe laat is het? 7 uur. Ik ga het even hier laten zien, want ik film dit weer met mijn phone. Kijk, bijna 7 uur, dus we zijn echt ruim 7, 8 uur verder volgens mij, als ik me goed herinner. De make-up zit er dus echt al de hele dag op. Ik heb ook vandaag een uur gesport buiten in de zon in 24 graden. En ik ben in shock dat mijn gezicht er nog uitziet als hoe die eruit ziet. Kijk eventjes hoe mooi alles gewoon nog zit. Het is zeker long wearing. Ik moet zeggen, ik was een beetje sceptisch. Er stond op long wear, maar ik dacht bij mijn eigen, ja, dat is toch vaak niet het geval. Vooral als hij niet mat is. Maar deze is echt geweldig. Hij hydrateert mijn huid ook mooi. Hij is absoluut niet te glanzend. Hij droogt mijn huid niet uit, wat ik vaak heb met matten. Kijk even dit. Dit is toch amazing hoe mooi dit er nog op zit. Ik moet wel zeggen, ik heb een normale tot droge huid. Ik heb geen vettige huid, dus mijn huid wordt niet snel vettig. Dus daar heb ik wel geluk mee. Maar mijn huid ziet er niet altijd nog zo uit na een hele dag. Dus ik ben hier echt heel blij mee. I love it. Dus ja, ik raad hem zeker te weten aan. Vooral voor mijn 8 euro voor die prijs. Dat is echt belachelijk goedkoop. Ik ga hem zeker nog even bestellen in een andere kleur. Al moet ik zeggen dat de kleur nou best wel matcht. Alleen net niet. Dus ik weet niet of hij een beetje heeft geoxideerd of zo. I don't know. Maar ik ga nog even kijken. En dan ga ik hem denk ik toch alsnog nog in die andere kleur bestellen. Want ja, hij is echt amazing. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video.